Mijn naam is Paul Wijsbergen. Ik verzamel alles waar Jan Lammers in gereden, gereest, getest en demo's heeft gegeven. En het unieke daarvan is dat ik nu 472 modelchips staan voor hem. En daarvan 80% eigen bouw is of verbouw. Het is eigenlijk de uitneming van uit zijn krachten gegroeide passie is het een beetje. Mensen vinden het uniek dat ik heel Jan zijn carrière heb staan natuurlijk. En ja, vele anderen die verzamelen Ferraris of politieautootjes, vrachtwagens. Ja, ik verzamel dan alleen wat Jan heeft. En doordat hij in zoveel auto's heeft gereden, is het een hele bonte verzameling geworden. Dus alleen rode Ferraris en iemand anders wel mooi, ik niet. Maar dat geeft iedereen zijn hobby natuurlijk. Dit is mijn werkkamertje. Hier heb ik zeg maar alles bij de hand wat ik nodig heb. Het is vol, maar ik heb alles onder hand wat ik nodig heb. De verfvoorraadjes die ik heb. Ik heb allemaal tangetjes, schuurpapiertjes, gereedschap. Echt alles. Penseeltjes, kwastjes en alles. Een spuitbusje. Nou, dit is Jan's laatste actie geweest. En, zouden ze met een oude zeilwagen van Simon Stevens zouden ze van Scheveningen naar Wassenaar toe zeilen. Het ding was alleen niet vooruit te branden, het was veel te zwaar. En ja, het was eigenlijk niet mijn bedoeling om het na te maken, maar het is. Als je niks te doen hebt, dan ga je maar. Ja, ik sta bij de vitrine en als je me vraagt wat vind je het mooiste model, dan is het toch wel de Jaguar X-E9. Arjan de Le Mans heeft gewonnen. Het is ook een bijzonder model, het is, omdat Jan ermee gewonnen heeft natuurlijk. Maar je kan het echt helemaal demonteren. Het ziet er echt zo fantastisch gedetailleerd uit. Het is echt mijn mooiste modelletje die ik heb. Natuurlijk, en ook. Dat goed is. Echt een bizar model was dit. En daar heb je al de 24 uur mee gewonnen. En daar, daar staat de Castle-uitvoering, heeft die Daytona 24 uur mee gewonnen. Dus het is een. Hij is nog zelfs door de koningin van Engeland, het is een Engels team, check hoor. Door de koningin van Engeland is die op zijn schouder geslagen. Dat heeft gepasseerd. Dit is wel het mooiste model dat ik heb. Ze zijn allemaal mooi natuurlijk, maar dit is die mij het meeste zegt. Ja, en dan als ik gewoon op mijn werk. De originele helm van Jan, die droeg hij in 1997. Het was voor mij een kleine investering, maar het is, ik vind toch wel, ik heb zelf helmpjes daar, een replica zelf gemaakt. Om de originele helm te hebben, dat van mijn favoriet, die hoort erbij als kroon op het werk. Handtekening erop natuurlijk. In 1970 ben ik nog gek geworden of aangestoken met het autosportvirus. Ik ben nu een paar jaartjes verder en het is nog steeds zo. Volg in Formule 1 iedere race probeer ik te kijken. Ik geloof niet dat ik een race gemist heb ooit. Vooral tegenwoordig zie je alles natuurlijk. Dus het is, ik denk dat ik nooit uitgeslapen ben. Ja.